Daniel, hier is Vissie weer en welkom bij de Road to Golden Swordfish serie. Oftewel, ja, Goldfish eigenlijk. Waarbij ik dus in dit geval het wapen Swordfish ga goud maken. We hebben op dit moment 5 headshots. Daar beginnen we mee. Je ziet het, ik heb natuurlijk wel mijn wapen geleveld. Daarmee level 3 is in ieder geval geworden. Ik heb erop gezet een reflex, een quick draw. Ik had deze perks erop staan, scavenger, dexterity, gunho, ghost en tracker. Ik heb de perk flak jacket eraf gehaald. Dacht bij mezelf, nou, weet je, dat valt allemaal nog wel mee. We gaan gewoon lekker een potje spelen. Als ik erin gegooid word, dan wordt die even geknipt. En dan, dan zien we hem zo weer terug. En anders gaan wij nu in het potje komen. Drop eventjes een like, zou ik zeggen. Dat zou heel erg tof zijn natuurlijk. Ik speel het Mercenary Deathmatch playlist. Dan speel je niet tegen parties. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het niet altijd successie zeg maar is. Het kan ook gewoon zijn dat je gewoon echt tegen allemaal losse tryhardertjes raadt. Dat is dan wel zo. Dat zag je in de vorige aflevering trouwens. Toen kwam ik in tegen iemand die precies 10 was. En nou, we gaan weer contraband spelen. Dit gingen we de vorige aflevering ook. We spelen alleen wel nu Team Deathmatch. Ik speel trouwens gewoon regular. Je kan ook natuurlijk hardcore spelen. Maar ik vind dat je bij hardcore iets minder snel headshots krijgt. Omdat je namelijk gewoon, ja, elke kogel is dood, zeg maar. Dus dit is niet zo heel erg handig. Ik snap het nooit waarom mensen altijd in een lobby gaan piepen. Oké. Misschien ben ik wel trouwens ook niet meer verkouden. Ik neem deze natuurlijk eerder op. We gaan hem zo vermuten. Team Deathmatch. Als dat kan. Make the tier to yours. Dat was die. Oké. Red totje erop. Oh, dat is toch wel raar. Ik speel natuurlijk vorige keer zonder Red Dot en ja, dan is het ding heeft een soort van bovenkapje, om het zo te zeggen. Een paar mensen daar aan de zijkant. Oké, nou, mijn eerste headshot is er binnen, jongens. En mijn tweede headshot ook. Sterker nog. Ik heb een, een double kill. Ik weet niet waarom, maar ik heb die secondary, ding niet. Ik weet nog steeds niet hoe het in elkaar zit. Voor mij is het zo dat je die gewoon niet krijgt bij dit wapen of zo. Of bepaalde... Zo. Ik wou zeggen, het enige waar je hem kan raken is een headshot. Het zit trouwens 3 op 3, hè, jongens. 3 op 3, jongens. Even kijken, dan kan ik niet een, hoe heet ik weer, zo'n, Oei, ik gokte er al op dat hij daar ging spawnen. Ik zag dat iedereen al een beetje doorgelopen was. Als ik voor ga, dan gaan ze achter me spawnen. Ik denk even headlitsend eventjes die headshot te geven. Oh, zo zonde ook, hè? 4 kills al. En nog geen UV, hè? Nou, oké. Okay. Oh, thermal sight. Netjes. Gelukkig hoeven we daar niet mee te spelen. In andere Call of Duty's deed ik dat wel. Bijvoorbeeld in MW3 moest je bijvoorbeeld ook met een thermal. Tenminste, dan kreeg je XP en je kreeg alleen het wapen gewoon goud door middel van XP te farmen. En dan ging je gewoon, ja, dan ging je gewoon alles spelen maar. Omdat, ja. Wat is dit nou weer? Dat lampje erop, hè? Dat is ook wel echt, Jezus, wat is dat verschrikkelijk irritant, zeg dat lampje. Dan maar een kill, gewoon. Kill is een kill, zullen we maar zeggen, hè? Kill is XP'tjes. En XP'tjes zorgen ervoor dat ik weer nieuwe dingen unlock. Waardoor
mijn wapen weer wat ja, beter kan worden. Hoop ik. Ik ga hier omheen lopen, jongens. Altijd. Kijk, ik hoor daar weer zo'n karretje. Zo'n karretje die jou vast gaat zetten. Hoor ik daar nou echt een... Ik vind het wel echt het meest sneuwe wat je kan doen, trouwens, achter zo'n ding gaan zitten. Waarom zit het nou weer in deze game, hè? Waarom, Treyarch? Waarom zit het in de game? Oh. Sorry jongens, dat ik dood ging. Ik ging echt voor die headshot. Van de 9 hebben we de 5 headshots, jongens. Ik heb bijna Snoop Dogg. Mijn hondje. Nog wel Nomad natuurlijk. Lampje. Echt, dat erin zit. Ik meen het serieus. Ik had in het begin niet veel last van, maar het is nou echt verschrikkelijk, dat lampje. Echt, je bent echt verblind, gewoon zelfs. Natuurlijk, het is de bedoeling, maar het is verschrikkelijk gewoon dat erin zit, gewoon. Waarom, jongens? Waarom zit er altijd van die kut dingen in Call of Duty games, hè? Waarom gaat er nou zo iemand 25 om 5? Waarom is er iemand goed? Waarom verneukt hij mijn... Fuck, Visionator NL. Threat removed. Niet iemand hier te campen? Zo, dat zou ik bijna zeggen, hè? Dit is dan... Die heel slechte verdediging. Fuck. Where are you? Kom 6. Entanglement set. Het is bijna afgelopen. Het gaat super snel, het potje. Er ging iemand die dood, ik wou net zeggen. Hoe kom ik hieruit? Iedereen ging dood. Oh my god. Ik heb net een hele goede score en dan ga je... Ah. Oh. Wat een timing. Beste timing ever. Oh. Ze zijn nou echt tering irritant aan het spelen. Sensor going live. Sensor darts zijn we al. Dit zo te campen. Nu alweer. Wasted Ajax. Deploying razor wire. Zitten ze... Nee. Zitten ze achter me spawnen? Kan zomaar gebeuren, hè? Zo weer afgelopen. 11 om 9. Ik ga ook meteen gewoon nog een potje. Want zo, dit is wel heel erg kort. Zo schiet het echt niet op. We hebben wel 5 headshots erbij. Dat kunnen we zo tussen even kijken. En ik loop op een andere map. 11 om 9. Is echt verschrikkelijk. Ja, maar die ene gast ging heel erg goed. 32 om 8. En dit wapen is niet echt... Wat moet ik zeggen? Het wapen is niet echt snel, zeg maar, om mee te spelen. Het is geen... Dat je denkt van, oh, wauw, ik ga er even in, weet je? Het is bursten, aimen, het is een beetje tactisch wapen. Tactical rifle natuurlijk, oké, okay, logisch. Maar ik bedoel, dat het wapen is gewoon... ja, ik weet niet.
je kan er niet mee rushen, zeg maar. Niet echt mee rushen, dat vind ik zelf. Kijk wat ik allemaal heb unlocked. Ik ben level 4 geworden, dus ik wil in Silence unlocked. Ik heb 10 headshotjes ermee, dat is hartstikke mooi. We gaan spelen Icebreaker TDM. Oké, nou, dan doen we dat eventjes natuurlijk, jongens. Yeah. Ja. Yeah. Team Deathmatch. Exercise extreme prejudice. Leuke map vind ik het ook trouwens, maar hij is wel even heel groot. Maar het is wel een leuke map. Eerlijk, eerlijk, ik vind het echt leuk. Tering! Ja, dat kan je echt niet meer doen, jongens. Oh, 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 oh. Zo! Hoe dan killt hij mij? Die gast is nog niet dood, hè, trouwens. Hè? Jezus. Wel mijn eerste headshot. Ben je bijna dood trouwens. Uit het water. Oh, ik heb een net team. Dit is echt een heel goed overzichtpunt, zeg maar. Hostile maneuvering. Hé! Oh, oh, oh! Ik keek te veel op de radar. En daardoor. Een beetje voet gelijk. Want ik spawn achter hem. Maar ja. Shit happens. Oeh, ik sta open, ook bloot. Ik wil dood zijn, hè. Waar dan? Hostile UAV detected. Echt omlopen, echt omlopen. Hostile UAV circling. Kutje. Geen lekkere headshot. Geen komen, geen komen. Let op, let op, let op, let op. Hier zit hij niet. Come on, fish! Dat moet een headshot zijn. Oh, dit is vijandelijk. What the fuck? Sorry, die verwachtte ik echt niet. Wat is dit nou? He's down. Rare spawn. Oh! Ah, kom op! Kom op, Jufietje. Beetje eromheen blijven. Lastig tegenstanders. Ik heb een. Ze hebben nu gecounterd. Come on. Wow, drie man. Dat kan niet, Fish. Kom op, please, 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 kom snel, snel, snel. Red expires. Come on, sneller, 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 sneller. Come on. Ajax requesting hellstorm strike. Nee! Fish, 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 fish. Juno ready. Wat is dat, hè? Ik ben bijzonders toch, geloof ik. Hostile attack chopper inbound. Tech chopper, oh ja, oké. Okay. Mag hem wel mee.
Waar gaat mijn hondje niet lopen? Zie je dat hij nu gaat lopen? Go ahead, girl. Kijk, mijn hondje loopt niet! Zeer irritant. Ja, K9 dood, hup, klaar. Oh, jongens. Shut up. We gaan wel plus nu. Tam 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 tam. Oh, ze hebben, wij hebben ook een tering, wat spoelt hij daar raar? We're winning this. Even flanken. Dus in ieder geval niet naast mij spawnen. Spawnen aan de andere kant in ieder geval. Tackle, task UAV, my grid. UAV, midden. Kijken waar komt hij? Hij gaat via het water, Oké, wat ik nu ga doen is gevaarlijk. Ik zei, wat ik nu ga doen is gevaarlijk. Ik denk dat ik toch die overstap. Come on, fish. Headshot, fish! Ik wil een kill assist, maar ja. 28 om 12. Is niet heel erg. Snoop Dogg. 66 om 69, waarom staan we nu achter ook? Echt kut, dat gaat helemaal nergens over, jongens. Kom op nou. Het is altijd zo, hè? Zo'n potje. Als je heel dicht bij elkaar uitloopt, dan gaat er altijd één team gaat altijd eigenlijk heel erg campen. En een ander team gaat domme dingen doen. En wij zijn nu een team die domme dingen gaat doen. Ja, afgelopen. 20 om 13. Damn it! Niet zo heel slecht. Niet veel headshot, dit potje. Stuk 3 of zo? 4? Wat is dit nou weer? Oh, specialist. Het zag er raar uit, hè? In de herhaling. Even kijken. Nou. Wat het leuk om eventjes natuurlijk uiteindelijk te kijken hoeveel headshots we hebben. En dat is. We hebben een camo weer erbij. We hebben wel weer een camo erbij. Kijk eens aan, jongens. Hey, we hebben gewoon een camo erbij. Dus dat betekent dat ik er weer 5 heb. Als ik een beetje mee zit. Goed, meiden. 6 zelfs erbij. Oh, 16 headshots alweer. Na 2 afleveringen. Niet verkeerd. Jongens, drop even een like. Dankjewel. En tot snel.